Hoe maak je een screenshot met je telefoon? Heel eenvoudig. Druk de home-knop en de aan- en uitknop tegelijk in. Houd ze eventjes in en daar is je screenshot. Je kan het vinden onder foto's. Nu we toch met foto's bezig zijn, kunnen we meteen een ander punt behandelen. We kennen allemaal het probleem dat we honderden foto's hebben. Daar kun je vaak niet snel de juiste foto tussen vinden die je zoekt. Daarom is het handig om verschillende albums te maken. Zo doe je dat. Open Foto's in het menu. Druk op Add aan de linkerkant. Zo dus. Bedenk een titel voor je album. Laten we het in dit geval Screenshots noemen. We hebben er tenslotte net een gemaakt. Selecteer de foto's die je in het album wil zetten en sla het op. En het nieuwe album staat nu in de lijst. Makkelijk toch? De volgende keer zie je hier nog meer handige tips voor je iPhone.